Ik heb een taart meegenomen voor je verjaardag. Het is mijn verjaardag inderdaad. Precies. Alleen, er is iets misgegaan. Ik heb hem net laten vallen. Zoals je misschien kunt zien. Oh, nou, ik vind de kaartjes in ieder geval prachtig. Misschien kun jij hem wel weer fixen, of kan dat niet? Ik kan hem wel voor je opeten. Oh mijn god! Hallo, wat was de eerste goocheltruc die je geleerd hebt? En van wie? Even kijken hoor, toen ik 4 werd, kreeg ik een goocheldoos van mijn moeder. En dat was echt zo'n klassieke goocheldoos. En een van de eerste dingen die ik leerde was om een toverstok, ja? Om die te laten zweven achter je hand. Stel bijvoorbeeld, dit zou mijn toverstok zijn, ja, geweest. Dit is echt de allereerste truc die ik ooit leerde. Dan, ja, hou je die zo vast met je andere hand erbij en dan kan je hem zo achter je hand laten zweven. Kijk eens aan, jouw telefoon. Kijk goed. Gewoon een solide plaat. Huh? Wat? Maat, dat kan niet. Niemand. Hey, Victor. Ik had een vraagje. Hoe kom je eigenlijk aan je goede ideeën? We maken het televisieprogramma echt met onze vrienden. En we gaan elk jaar gaan we een weekje op vakantie. En dan gaan we met z'n allen een hele week brainstormen als het ware. En dan hebben we een hele lijst met honderden ideeën die ons tof lijken. En dan daarna dan gaan we pas de geheimen eigenlijk bedenken. Dus er is ergens een bestand met al jullie ideeën, ja, en hoe het werkt. En daar krijg je niet het wachtwoord van. Oeh. Niemand. Hey Victor, ik ben Floortje. En mijn vraag voor jou is, is je truc wel eens helemaal mislukt? Ja, het gaat wel eens mis. Maar dan laten we het ook wel zien. Mag ik proberen erachter te komen waar je aan zit te denken? Ja. Dit is iets wat je nog niet vaker hebt gedaan. Jawel. Jawel, hè? Ja. Dit heeft met een hobby van jou te maken. Ja. Frits, volgens mij ben jij een visser. Nee. Het is altijd andere technieken die ik gebruik om te achterhalen wat voor soort gedachtenpatroon andere mensen hebben. En bij deze man lukte dat op de een of andere manier, kwam ik totaal niet op één lijn qua gedachten met hem. Nee joh, vissen vind ik helemaal niet leuk. Meen je? Nee, ik vind er niks aan. Hebben mensen je wel eens door? Ongetwijfeld. Het is geen echte magie, hè? Dat is gewoon, daar ben ik ook eerlijk in. Dus je ontkomt er niet aan dat er wel eens wat te zien is. Als ik nu vraag om een truc te doen, kan dat? Natuurlijk kan dat. Ik heb hier bijvoorbeeld 2 elastiekjes bij me. Ik hoop dat de camera het kan zien. Ze zitten nu ook in elkaar als het ware. Dus ja, ik heb met mijn vingers soort 2 ringetjes gemaakt. Ja, dus ik moet ze echt loshalen van mijn vingers, willen ze door elkaar heen gaan. Oké, kijk goed. Nou. Nah. Ik zie het ook niet. Nee, dat is de bedoeling. Kijk, deze hebben we ook niet meer nodig nu, hè? Maar waar is die nu? Gewoon op mijn pols, joh. Oh, jemig. Het is dus echt zo, als je er gewoon bij zit, dat je het gewoon nog steeds niet snapt. Nee, echt een mindfuck. No, 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 no. Oh, you freak, you can't do that. Nog vreemder dan ik dacht. Jullie zitten in een experiment van mindfuck. Hoi, Victor. Heb je al eens een keer verklapt aan iemand wat je trucs waren? Nou, mijn vriendin. Die vertel ik wel eens wat geheimen. Lang niet alles, maar zij weet wel een hoop van wat ik doe. En ben je dan niet bang dat het doorverteld wordt? Nee, en anders moet ik er helaas vermoorden. Hoi, wat is je leukste mindfuck die je ooit hebt gedaan? Groetjes, doei! Dat is een experiment waarbij ik iemands telefoon leen. En dan staan we buiten aan het water en dan vraag ik aan de jongen of hij zijn telefoon in het water wilt gooien. Laat jij je mobiel los. 1, 2, 3, nu! Nu! Sorry voor je telefoon. Maar gelukkig heb ik je van tevoren dat cadeautje gegeven. Ja, serieus? Dit is gewoon. Waarom het mijn lievelingstruc is, is omdat het niet 1 emotie is, maar verschillende door elkaar heen. Maar sta je dan naast de camera, ja, zo? Of yes, het is weer gelukt! Zeker ook, we hebben bijvoorbeeld ook natuurlijk een keer Mark Rutte, hè, de premier, te gast gehad. En ja, als dan iets lukt, dan ben je wel trots en dan ben je wel van yes. Aan wie zit je te denken? Mijn nichtje. Je nichtje? Ja. Had ik onmogelijk kunnen weten? Nee. Let op. Het is ongelooflijk. Dit kan niet. En gebruik je het ook wel eens? Oeh, een beetje wel stiekem natuurlijk. Ik weet heel erg voor mezelf wanneer ik dat wel en niet gebruik. Ja. Als ik daar de hele tijd mee bezig zou moeten zijn,
zou ik het een beetje vermoeiend vinden of zo. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn dat je nu aan het manipuleren bent. Oké, gelukkig. Even checken. Ja. Hè? Oh, shit! Deze man is crazy! Bizar. Met wie zou je het allerliefst nog een truc willen uithalen? Doei! De koning. Als hij ooit nog een keer of de koningin in Mindfuck zou willen komen, zou ik dat natuurlijk echt fantastisch vinden. En ik weet zelfs al, als het ooit door zou gaan, wat ik zou laten zien aan jullie. Wat dan? Nee, ik ga nog niks verklappen. Ik houd het geheim. Met een koets of met een kroon? My lips are sealed. Oké. Dankjewel. Ja. Nu. Cool. Top. Dankjewel. Cheers.